Ja, in de studio de enige feest-DJ Maarten. Ja, goeiedag, hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, fantastisch. Ja, ik heb even wat gezelligs aangetrokken. Het is natuurlijk wel radio, maar... Ja, ik zie het. Het wordt steeds meer visual radio, want je hebt ook een cameraman, zie ik. Ja, klopt. Dag, hoi, cameraman. Luke. Dag, cameraman. Luc is vandaag de cameraman. Hallo. Hij is er ook. Dus speciaal voor Luc heb ik dit aangetrokken. Ja. Ook speciaal voor Luc nog wel. Ja, we hebben alleen één klein probleempje. Daar had ik even geen rekening mee gehouden. Wat dan? Nou, ik ga straks mijn nieuwe plaat doen. En die heet Achter de Fanfare aan. Dus ik heb een fanfare kostuum aan. Ja, ik zie het. Alleen bij een fanfare kostuum hoort dus ook zo'n... Ja, voor de luisteraars die niet zitten te kijken, maar alleen zitten te luisteren. Er zit zeg maar een hele hoge hoed. Zit er op zo'n echt zo'n fanfare hoed. Ja. Alleen het probleem is, dan kan je dus je koptelefoon niet meer eroverheen doen. Ja, of je moet hem afdoen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar dan hoor ik jullie niet meer. Dus dat is ook een beetje saai. Ja, dat doe ik, hè. Dus, maar het komt goed. Ik heb hem vast en we horen elkaar. Mijn pak staat aan en ik ben er helemaal klaar voor. Staat je pak aan? Ja, mijn pak aan. Ja. Pak aan. Goed, hier dus zometeen feestje Maarten live met Achter de Fanfare aan. We doen ook een beetje meespaar. Is dat gezellig? Een dronken over straat, weet niet meer waar het over gaat. Hij wil naar huis, want hij is moe. Wordt vastgegrepen door een crew. Die trekt de medestruiken in. En dat is nog maar het begin. Het is weer carnaval, oh wat een feest. We gaan bier drinken heel veel bier drinken. Vul die glazen tot ik niet meer kan. Laat de glazen klinken glas omhoog vrienden. Vier dagen lang nemen wij het geval. En als we dan de stad in gaan, dan zie ik al die mensen staan. De een verkleed als Arabier, de ander als een Eskimo of Indiaan. En als we dan de stad in gaan, dan zie ik de fanfare staan. En als je goed luistert, en hoor ik de trompetten, die vrolijke trompetten ga ik er aan. En zing ik ja la la la, 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 ja la la la. Wat doen de mensen lekker gek? Daar gaat een muildier op zijn bek. Sneeuwwitje kust met een piraat. Daar gaat een potvis over straat. Een fret maakt ruzie met een das. Er zit confetti in mijn glas. Het is weer carnaval, oh wat een feest. We gaan bier drinken heel veel bier drinken. Heel die glazen tot ik niet meer kan. Hey, laat die glazen klinken glas omhoog vrienden. Vier dagen lang nemen wij het geval. En als we dan de stad in gaan, dan zie ik al die mensen staan. De ene klinkt als Arabier, de ander als een Eskimo of Indiaan. En als we dan de stad in gaan, dan zal je kogelvaren staan. En hoor ik de trompetten, die vrolijke trompetten, ga ik er achteraan. En zing ik ja la la la, ja la la la, ja la la la, ja la la la, ja la la la. Zit er weer met de fluit erheen, mensen. Heb ik weer. Komt straks die trombone ook nog zeker. Ja la la la, ja la la la, ja la la la, ja la la la. En als we dan de stad in gaan, dan zie ik al die mensen staan. En hoor ik kleuters Arabier, de ander Frans als Eskimo of Indiaan. En als we dan de stad in gaan, dan zie ik de fanfare staan. En hoor ik de trompetten, die vrolijke trompetten, ga ik er achteraan. En zing ik ja la la la, ja la la la, la 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 la, la 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 la. Gewoon la 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 mee blijven zingen, dan komt het goed, hè? Gewoon la 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 en iets met trompetten. Feest DJ Maarten! Ja hoor! De carnaval kan beginnen. Jazeker. De allernieuwste single samengemaakt met Dak Eraf.
Oh, super vet. Ah, en bekijk ook zeker even de clip. Die hebben we opgenomen in de garage van Dak eraf. In de garage? Ja, gewoon in de garage. En die hebben we omgebouwd tot, tot en met tv-studio. Vet. En toen waren we klaar met de opname. Dus nou, nog een bakje koffie gedronken. En ik ging daar weg. Stuurt de jongen de volgende dag een foto. Oh ja, de schuur was nogal een rotzooi. We hebben echt, geloof ik, nog nooit zoveel confetti afgeschoten in een hele kleine schuur. Ja, jij wil ook nog confetti. Of, ja, ik zei al van geen confetti, want er wordt zo'n rotzooi van. Ja. Ja, in zo'n kleine studio gaat overal achter zitten natuurlijk. Ja, maar echt, je vindt het gewoon, ik weet zeker, in die schuur. Ze vinden gewoon over 2 jaar nog steeds confetti van de videoclip achter de Vanvara. Dat hadden wij met, we hadden natuurlijk een kerstboom in verband met de kerstsferen. Nou, onder die banner daar zo ergens, daar lag nog allemaal confetti. Oh, echt waar? Dat was niet te geloven. Oh. Dat hadden we laatst met een afscheidsuitzending. Dat was met een vriend van mij. En dat was de laatste. Dus dan gingen we feest vieren. Dus hadden we allemaal confetti. En dat was echt een rotzooi. Ja, nou heb je die confetti die een beetje plastic is. Nou, dat veeg je bij elkaar, dat is wat te doen. Ja. Maar je hebt ook van die confetti. En die is van dat papier. Ja, dat gaat wij. Ah, maar dat gaat en aan de vloer zitten. Dat zit in het plafond. Ja, dat echt, zit als je ook zo. Ja, en, maar dat zit en plakt het. Maar als je het opgeruimd hebt, precies waar het gezeten heeft, trekt die inkt. Jullie hebben ook een houten vloer, zie ik. Ja. Dan trekt de inkt van de papier in de vloer. Ja, dus je kan echt na een jaar kan je vreselijk nog zien wat voor kleur confetti er geweest is. Ja, het is echt vreselijk. Ja, het is wel gezellig confetti. Ja, dat zeker. Dat er ook weer. Goed, we gaan door met het volgende nummer en dat is dit.